Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, hier op mijn kanaal. We zijn er weer. Ik ben weer in park Vogelenzang beland. En ik ga hier even lekker wandelen. Ik ben er eigenlijk weer even uit. Gisteren had ik, ben ik eigenlijk niet de deur uit geweest. Alleen even naar mijn moeder toe. Maar ik had geen zin om de deur uit te gaan. Ik denk dat ik eens een keertje voor de grap een keer rechtdoor ga. Daar ben ik nog nooit geweest. Ga ik hier op mijn pad. Normaal ga ik altijd die kant op. Maar ik denk, misschien is het nou wel eens een keer leuk om die kant op te lopen. Dus dat gaan we even doen. In ieder geval, ik ben gisteren dus niet de deur uit geweest. Jullie weten het, ik heb ontzettend pijn in mijn mond. Super vervelend. Tandvlees is ontstoken. En momenteel gaat het alweer weer beter als gisteren. Elke dag gaat het een beetje vooruit. Ik kijk nou een leuk beekje. Grappig. Raar. Aan de ene kant leuk en aan de andere kant heel raar. Wat zit hier op een rare plaats? Moet kijken. Hier is gewoon, als u dan hier. Moet je dan ook water hebben? Nee, dat is niet. Een heel klein beekje. Had ik nog nooit eerder ontdekt. Wel grappig. Maar waar was ik gebleven? Ik ga elke dag een stukje beter. En het is eigenlijk is het vanaf vandaag opladen naar aanstaande zaterdag. Want aanstaande zaterdag gaan we naar de Bobbejaanland in België. Ik heb er reuze veel zin in. Nou, jullie weten het, Ramon gaan we hier niet mee. Die hebben geen geld, die is viskeer. Kevin gaat mee, Vincent gaat mee, Tessa gaat mee. En ik ga natuurlijk, en als het goed is, zou Tatjana er ook wezen. Dus we gaan het allemaal wel zien. We gaan het allemaal wel meemaken. Ja, heb je dat? Dus ik ga even lekker wandelen hier in de bosje. Ik heb er wel zin in. Ik heb al, ben al een tijdje even hier weer niet geweest. En zo één keer in de maand moet ik even naar Park Vogelenzang. Gewoon omdat het, moet je kijken, een mooie... Gewoon omdat het een mooi, ontzettend mooi plekje is. Waar je heerlijk kan wandelen. En even je zinnen kan verzetten. Nou. Ik moet nog wel felicitaties doen. Mijn eerste felicitatie gaat uit naar Kevin. Kevin Post. Jullie weten hem wel. Ex-Abnormaal. Zijn YouTube kanaal bestaat een jaar. Kevin. Gefeliciteerd jongen. En doe er nog vele jaren bij, zou ik zeggen. Want YouTube is gewoon... Ik vind het in ieder geval een heel leuk fenomeen. Waar je heel leuk je eigen creaties en je eigen beleving... Je eigen denkwijze, je eigen fantasie... Ja, dat kan ik lekker kwijt op YouTube. Ik heb al een paar keer gehad dat ik toch ook wel weer dacht van nou, is dit het nou? Voor mij kan ik maar beter stoppen met YouTube. Die tijden heb ik echt gehad. Heb ik jullie nooit over verteld, maar heb ik wel gehad. Maar nee, YouTube is gewoon te verslavend om mee te stoppen. Het is gewoon zo ontzettend leuk om lekker vlogs te maken. In je eigen fantasie en je eigen creatie. De vrije loop te doen. Ik vind het echt ontzettend leuk. Kijk. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ik ben trouwens hier op een plek waar ik nog nooit eerder geweest ben. Dit is ook wel leuk. Niet elke keer hetzelfde
dezelfde route lopen van het Vogelenzoonpark. Nou eens een keer een andere route. Kom eigenlijk best wel goed uit. Want die route die ik normaal loop, die heb ik al een paar keer gezien. En dat gaat natuurlijk ook op een gegeven moment vervelen. Dus nu heb ik een andere route gevonden. En dat is wel ontzettend leuk. Dus ik ben weer helemaal in mijn noppies. Als ik zo lekker aan het wandelen ben, dan vind ik het wel weer heel erg lekker. Om weer lekker aan de wandel te zijn. Lekker even mijn zinnen verzetten. Even mijn verstand op nul. Nou. We gaan eens even kijken. Ik kan nou niet precies zien. Oh, dat is ook lekker. Kijk, dat is een heel smal. Moet je dus, als je hier last hebt van je poten en met lopen en zo, moet je hier dus niet wandelen, want dan ga je gigantisch op je plaat. Kijk, voor mij is het geen probleem. Ik loop er gewoon in één keer, steek ik eroverheen. Maar ik zit even te verzinnen en even te kijken. Want ik wou jullie, en dat moet normaal kunnen, van deze kant Simons Haven laten zien. Maar ik zie het even niet. Dan moet die witte kerk hebben. En ik kan nergens die witte kerk vinden. Waar is die witte kerk nou gebleven? Moet ik nou weer boos worden? Ik zie het helemaal niet. In ieder geval, leg daar Simons Haven. Aan de andere kant. Simons Haven en dan verder op Zuidland natuurlijk. En hier loop je echt aan de rand van het park. Kijk, ik vond dit ook wel ontzettend leuk om een keer te laten zien. Echt, ik kan hier heerlijk wandelen. Ik zie wel dat er een heleboel mensen ook komen. Het is druk vandaag in het park. Ik zie echt een hele hoop mensen lopen. Ja, ik zou gisteren dus naar Efteling gaan. Dat is niet doorgegaan vanwege hetgene wat ik dus even mankeer. En toen heb ik eigenlijk maar besloten om gewoon helemaal niks te doen die dag. En gewoon lekker rustig aan te gaan doen. Dus. Dus ook wel eens even lekker een dagje rust. Zo. Het is ook langs een heel zagrijnig en arrogant wijfloop. Wat een verschrikkelijke mensen hebben er tussen zitten. Oh, verschrikkelijk. Wat een arrogant voor u zeg. Verschrikkelijk zeg. Dat wil je toch niet hebben, hè? Nou, ik ben inmiddels aan de andere kant van het water. En ik weet hoe dit meer heet. Dat heet... Ik kan niet meer. Ik ben helemaal kapot. Nou, we gaan eens even kijken wat er nog verder te beleven valt. Kijk, het is toch een mooi, prachtig plaatje. Van Spijkenissen. Kijk, hier heb je aan de ene kant heb je, verderop hier heb je de bossen. Ja, jullie weten, die wandeling die heb ik al vaak zat gemaakt daar zo, in die bossen daar zo. Oh, kijk, een vogel. En aan de andere kant heb je dus dit een beetje uitgestreken groen gebied met ook allemaal bomen en bossen. En hier is al de tijd niks meer aan gedaan hoor. Het is echt helemaal verwilderd helemaal. Dus ja, tip je wel eens hè. Nou, kijk eens even aan zeg. Huppakee. Het ziet er echt mooi uit hier hoor. Kijk die twee bomen, heel hard. Heel groot, hoog, maar ook een prachtige herfstkleur beginnen ze al een beetje te krijgen. Ik zit natuurlijk al in de herfst. Hier zie je dat ook aan de gele dingen. Het begint echt herfst te worden. Maar een herfst is ook wel weer ontzettend mooi. Want met herfst kun je ook weer hele mooie foto's en films en alles en nog wat maken. In de herfsttemperaturen. In de herfstperiode. Kijk, dit is een boom, die is helemaal kapot. Ik denk door de wind gekomen.
is gewoon helemaal doormidden gespleet helemaal. Dan de zijtakken erom, wilde zijtakken erom. Hij is helemaal kaal al. Dus dat is wel heel apart. Nou, hier zie je het ook al, hè. De herfst doet zijn intrede. Echt schitterend. Al die verschillende kleuren allemaal. Hier verderop kan je dat ook heel mooi zien. Donkergroen met lichtgroen. En het gaat binnenkort echt gaat het gebeuren, jongens. Dan krijgen we echt de herfst. Je zou het nou nu nog niet zeggen. Het is eigenlijk al herfst, maar je zal het nou nog niet zeggen. Want het is gewoon nog echt prachtig mooi weer is het. Nou, hier is ook weer een stukje natuurtragedie. Zal ik het zo maar noemen. Er is gewoon een hele boom omgewaaid. Ik denk door een storm of zo. Het heeft natuurlijk dit jaar al een paar keer vreselijk gestormd. En deze boom die heb gewoon het loodje gelegd. Kijk, die wortels helemaal. Het is helemaal, helemaal uit de grond gerukt. Helemaal. En het is zo'n helemaal, hij is gewoon helemaal kaal is die helemaal. Al die takken zijn er bovenop gevallen. Dus dat is ook wel weer dat is ook wel weer apart dit, hè. Nou, gaan we deze kant op. Dit paadje in. Hier leg ik allemaal losse takken allemaal. En dan doen we hier even een wandelingetje zo. Kijk eens, wat een prachtige natuur. Nou, in ieder geval even de stand van zaken. Ik ben momenteel, zojuist voordat ik hier naartoe ging, heb ik de eindoordeelvlog gemaakt van Marveld. Ik loop een beetje achter qua editen. Dat ga ik nu zo snel mogelijk proberen in te halen allemaal. En ik moet gewoon eigenlijk even zo snel mogelijk. Eigenlijk heb ik nog geen eens tijd om te filmen. Eigenlijk moet ik eerst zoveel mogelijk editen. Zodat ik die achterstand heb weggewerkt. Maar ja, dan maak ik weer een vlog en dan komt er weer extra werk bij. Maar dat geeft helemaal niet. Dat houdt je lekker bezig. En ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat de Bobby Island vlog al in de 400 in de 400 serie zit qua vlogs. En ik zit nu op 94, 95. Ik weet het niet precies, want ik ben natuurlijk nog niet klaar met editen. De vlog van het eindoordeel van de Campervenne, waar ik dus een beetje alles nabespreek en een cijfer geef. Dat was 91. Ik heb denk ik nu nog 3 vlogs leggen. Dus dan zou ik ongeveer op de 94, 95 vlogs zou ik zitten. En ik kan hier potverdorie weer niet doorlopen. Of wel? Ja, ik loop gewoon zo. Trouwens, schijt dan. Ik loop gewoon zo. Maar dus dat zou nog betekenen dat ik nog 5 vlogs moet opnemen. Vanavond wil ik ook nog een vlog opnemen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Moet ik even kijken. Of dat ik er zin in heb. Of dat ik er tijd voor heb. Maar in ieder geval komen er nog een heleboel leuke vlogs komen eraan. Bobby Island natuurlijk. Ik weet niet wanneer Bobby Island, wanneer ik die ga plaatsen. Want ik zit momenteel zo in de vlogs allemaal
dat ik nog helemaal niet het idee heb hoe ver ik ben. Ik zit nu al op donderdag of zo. Dus en ik heb nog een stuk of drie vlogs die ik moet editen. Dus we gaan het wel zien allemaal, hoe ver ik kom. Maar in ieder geval kunnen jullie wel binnenkort de Bobby Allen vlog verwachten. En ik hoop dus dat ik dat... ik wil het eigenlijk in een nieuwe serie doen, in de 400. Ik zit al, ben al bijna bij de 400 vlogs alweer. Dus ik wil eigenlijk bij 400, in de 400 vlog. Misschien wordt het wel vlog 400, misschien wordt het wel vlog 401. Maar dan wil ik eigenlijk dat eigenlijk neerzetten. Nou, we gaan weer zo lopen. Ik maak het niet te laat van. Het is wel aardig laat in de middag al. En ik heb dus nogal heel veel editwerk en heel veel werk nog liggen. Dus ik maak het niet al te laat. Ik maak even een korte vlog eventjes weer voor mij. Dan weten jullie in ieder geval weer, zijn jullie weer op de hoogte hoe de stand van zaken is. Het gaat steeds beter. Voel het nog wel. Maar het gaat wel, de pijn gaat wel steeds meer zakken. Het is gewoon echt een ontstoken tandvleesje. Nou, hier was ik er net ook. Dan gaan we zo weer teruglopen. En dan ga ik weer lekker daar richting de auto. En dan ga ik weer lekker naar huis toe. Ik ben in ieder geval wel weer blij dat ik even buiten ben geweest. Ik ben natuurlijk gisteren de hele dag binnen gebleven. En ik heb even lekker even een beetje uitgerust, want dat is af en toe ook wel eens nodig. Nou, hier ga je vogelenzang in. Maar wij lopen zo. Ik neem het pad zo neem ik eventjes. Dat is korter denk ik. Dan moet ik weer echt langs die huizen allemaal door gaan lopen en zo. Alhoewel hier ook wel weer een pad leg. Dus dat had wel gekund, maar ja. Ik ben er nu toch bijna. Maar in ieder geval, dit was de vlog voor vandaag jongens. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Echt schandalig dat je nog niet geabonneerd bent. Als je dit hoort en je bent nog niet geabonneerd, abonneer gewoon. En doe het duimpje de lucht in. Doe bij elke video gewoon een duimpje omhoog van mij. En dan ga ik jullie weer zo snel mogelijk zien. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen de groeten van deze kant. Groeten vanuit het park Vogelenzang. Groeten uit Spijkenissen. En ik spreek jullie allemaal wel weer zo snel mogelijk weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groetjes van deze kant. En ik zou zeggen bye bye.